Hij past op oma. Oma is 98 en zo dement als een kaneelstok. Hij stuurt meestal oma om 6:30 naar bed en is hij doodziek van het gezeik. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is ook niet waar. Maar ik zie het mensen, ik ben op tournee, het is het mooiste vak van de wereld, maar ik zie het te weinig. En ze woont wel in Groningen, ik ga het wel even vertellen ook. Ze wil eigenlijk ook wel uit, ze heeft genoeg van het leven, weet je, maar ze is wel een schatje. Ik kan het wel even vertellen. Ze is een beetje, nou ja, dan zit ze naast het bed en heeft ze wat kussens omhoog. Ze zegt altijd hetzelfde verhaal. Ik kan het wel even, in de, nou ja, zegt ze altijd hetzelfde. Weet je wat het is? Hij is zo open als ik. Dan komt er niemand meer langs, Frits. Bert. Sinds mijn man Benny dood is, Simon. Sinds mijn man Simon dood is, komt er zelf niemand meer naar mijn verjaardag op. Bert. En ik wil er wel uit, ik ben er wel klaar mee. Ik zag mezelf vanmiddag in de spiegel, toen dacht ik bij mezelf, ik geef de pijp aan Robert Jan. Maarten. En God haalt me ook een keer, de lieve Heer haalt me ook een keer. Maar ja, Daniel mag weten wanneer. Joost mag weten wanneer. Ik liep vanmiddag door de winkelstraat, ik zag mijn eigen gezicht, zag ik in de ruit van de HEMA. Toen dacht ik bij mezelf, klaar is Henk. Kees. Oma, jij wordt 110. Heb je nog 12 jaar te gaan. En ik ben na deze week ben ik vrij, dus kom iedere dag. Kom even langs. Zullen we het zo doen? Oké? Okay? Nou, niet mopperen, schatje. Kom allemaal goed. Nee, vanavond ben ik in Groningen. Ik ben in de stad zelf. Ja? Je bent er wel eens geweest in Schouwburg. Geef me een boterhammetje. Jij bent van de bewaargeneratie. Dat gooi je nu gewoon weg. Ja? Jomild gaat gewoon in de koelkast. Ja? Oké. Okay. Ik hou ook van jou. Slaap lekker, ja? Nou, lekker.